Beste vrienden, wij vervolgen ons verhaal op vrijdag 18 november. En delen nu mee dat Alvin Roosevelt, de voormalige directeur van CDS, Communicatiedienst Suriname, die na zijn ontheffing daar was aangesteld als spreekbuis van de president, ook met ontslag is. Ja. Vele mensen hebben het zien aankomen en hebben allerlei opmerkingen over Alvin. Vanuit deze kant moet ik u zeggen, we hebben hem altijd rustig gelaten om te doen wat hij doet, want wij geloven, of nog beter gezegd, wij weten van karma. Dat ze niemand overslaat. Nou, het blijkt dat nadat hij weg was van CDS, er toch een commissie ingesteld was die zijn handel en wandel in, op dat bureau moest onderzoeken. En er zijn verschillende dingen gebleken. Je weet, roddelplaatjes zijn roddelpraatjes. Fake news is fake news. Maar er zijn een aantal dingen die vaker in de media gekomen zijn. En die blijken na verluid van het onderzoek weer opnieuw op tafel te zijn. Beste vrienden, zo wordt er gepraat over Alvin Roosevelt, die huizen gekocht zou hebben, die staatsmiddelen zou ingezet hebben om zijn eigen privé ding te doen, om het maar zo vluchtig te zeggen. Er wordt ook gesteld dat de man auto's ter beschikking stelde van zijn geliefden, mensen die goed naar hem luisteren, die kregen een presentje. Zeker wanneer je behoorde tot zijn lekkers, kreeg je een presentje. En wie niet luisterde, die kreeg met de roede. Ja, beste vrienden, je kan het op twee manieren opvatten. Maar deze vrienden, wij zijn geen rechters. We kregen dit bericht uitgebreid gestuurd en we hebben het een beetje gefilterd. Omdat we denken van, als dit alles waar is wat hier staat, dan is Alvin niks, geen knip voor zijn neus waard. Wat we wel constateren en waarom we het bericht verspreiden of versturen, is dat hier sprake is van modus operandi. Hij verschilt in zijn manier van handelen niet van de algemene norm. In dit geval normvervagende handelingen van de rest. Dus eigenlijk bij het lezen van het bericht werd er hier over mijn schouder gezegd: allemaal aan af voor man. Maar er werd ook geroepen, Alvin Roosevelt is de roos in het veld van die vele bloemen die Chandrika Prasad Santokhi zou planten in die bloementuin waarin er alleen koeliebloempjes zijn geplant. Dat was er één roos en nu is die roos ook verdwenen. Ja? Er zijn nog wat vluchtigheidjes. Hè? Die zijn er zo. En Cedric is de Falobi die daar een beetje schijnt. Maar Falobi is een kies probleem toe. Want zo'n vijf en om aan te kijken. Waar meisje neemt. Dijksteel is nog een van de. Maar ook Dijksteel. Ik heb haar ontmoet. Wat een lieve vrouw, man. Me God, man. Ik kan me niet voorstellen dat ze de mond niet groter open heeft gemaakt, terwijl Santokhi bezig was met allerlei dingen te doen. Want Santokhi is in de problemen.
Beste vrienden, dit bericht van Alvin Roosevelt brengt ons direct naar het feit om u te zeggen, Santokki is verschrikkelijk in de problemen. Die regering is in de problemen. En laat me u eerlijk zeggen wat ik denk. Het zou mij verbazen als deze regering eind van het jaar na haalt. Het zou me verbazen als deze regering 1 januari 2023 haalt. Laten we allemaal rustig blijven. Maar op basis van al die dingen die er gebeuren op dit ogenblik, ik heb zo mijn twijfels, maar we gaan naar het volgende onderwerp. Paramaribo groet u. Tot later. U gaat me horen, zo direct. Davy Rustak, Namegnoos, Matjai Edekwe, blijf denken, want alleen het denken maakt ons vrij. Suriname United is the only way we are going to win the fight. And we is the one today. We is the dingen over 30 jaar. Suriname shall unite because if we don't unite, we are going to lose every fight. Oké? Okay? Davy Rustak.